Morgen om 3:30 een wedstrijd tegen Vitesse. Wat raar tijdstip. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het stadion toch gevuld is? Ja, wat je zegt, het is een woensdagmiddag geworden. En in eerste instantie schrik je een beetje als je dat tijdstip hoort en die doordeweekse dag. Maar ja, dan heb je ook al heel snel zoiets. Dat is wel een moment waarop heel veel kinderen lekker naar de club kunnen komen. Dus dat hebben we maar zo opgepakt. En we hebben scholen en verenigingen uitgenodigd om te komen. En hebben er heel veel ja gezegd. Hoeveel? We hebben tot nu toe 1000 extra kaarten verkocht. Want de kidstribune zat natuurlijk al aardig vol voor die wedstrijd. Dus er zijn er nu 1000 extra bij. En bijvoorbeeld een wippolder uit Delft komt gewoon met 300 kinderen. Dus ja, dat is wel, zijn mooie dingen die we er dan maar extra aan gekoppeld hebben. Gaan jullie ook nog extra dingen rondom het stadion doen? Ja, voor de kinderen. Omdat het is echt een kinderwedstrijd geworden. Hebben we heel veel attracties buiten staan. We hebben een aantal Adel Den Haag attracties. Springkussens en een stormbaan en paaltjesvoetbal. En die worden buiten allemaal klaargezet. Dus ze kunnen vanuit school al doorkomen. Hoeveel mensen verwacht je sowieso morgen? Ja, we verwachten als alle seizoenkaarthouders komen. Maar dat is natuurlijk de vraag of dat kan op dat tijdstip. Hebben we tot nu toe 10.000 kaarten verkocht. Dus nog 5.000 te gaan. En we zijn er op dit moment nog niet ontevreden over. Want gek tijdstip. Dus ik hoop dat alle seizoenkaarthouders ook kunnen komen. En van hun extra kaartje gebruik kunnen maken door mensen mee te nemen. En vanuit Arnhem? Vanuit Arnhem komen ook nog 100 mensen. Dus die hebben toch de woensdagmiddag vrij kunnen nemen. En dat valt eigenlijk ook nog wel mee.